Vanavond gingen er rond 9:10 behoorlijk wat telefoontjes rinkelen in de omgeving van postcode 2594 Cornelis Nico in Den Haag. De politie verstuurde namelijk een zogenoemd burgernetalarm en dat klonk als volgt. In verband met een overval op een woning op de Van Hoeilaan in Den Haag is de politie op zoek naar het volgende. Twee mannen. Beide blank, circa 30 jaar, één met een grote postuur, de ander een kleine postuur en één van de mannen droeg rode schoenen. Indien u deze mannen ziet of meer informatie heeft, dan gaarne contact politie. Einde bericht. Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Ja, wat is daar precies gebeurd? Nou, de locatie is de Van Hoeilaan in Den Haag. Daar heeft vanavond dus een overval plaatsgevonden op een woonhuis. Vervelende situatie. Ook nog slecht nieuws te melden. Er is een persoon gewond geraakt bij deze overval. En de politie is op zoek naar twee verdachten. Bij de overval is dus één persoon gewond geraakt. En ook nog met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. Laten we hopen dat dat allemaal nog een beetje met een sisser af gaat lopen. Zeg, wat een toestanden daar. Volgens de calamiteiten 112 website Regio 15 zijn de overvallers via de achtertuin daar in die Van Hoeilaan gevlucht. En de politie is dan ook op zoek naar tweetal. Het gaat om blanke mannen. Rond de 30 jaar. De kleine van de twee draagt rode schoenen. Dat moet opvallend zijn. En in eerste instantie was de paniek daar behoorlijk groot. Want als het dan niet erg was, er werd namelijk ook nog een gaslucht geroken rondom de woning. Daarom werd de brandweer er naartoe gestuurd. Inclusief de adviseur gevaarlijke stoffen. Dat bleek later toch niet het geval te zijn. Er was geen gaslek of een gaslucht daar in de buurt. Volgens de buren, het laatste nieuws wordt gemeld door het Algemeen Dagblad, editie Den Haag. Woont in het huis, dat is overvallen een oude echtpaar. De politie heeft alles in onderzoek en gaat dus kijken wat zich precies heeft afgespeeld daar in die woning aan de Van Hoeilaan vanavond. Heb je informatie, bel het echt even door hoor. Hoe onbelangrijk het misschien ook lijkt, heb je iemand ook de afgelopen dagen misschien verdacht zien rondhangen daar aan de Van Hoeilaan. Vanavond bijzondere zaken waargenomen. Heb je toevallig even de hond uitgelaten en zag je toch daar binnen iets vreemds zich afspelen? Laat het echt even weten. Bel met de politie 0900 8844 0900 8844. Heb je informatie die normaal gesproken daglicht niet kan verdragen? En wil je dat echt anoniem doen? Dat kan ook. 0800 7000 0800 7000. Vervelend incident dus vanavond. Een overval op een woonhuis aan de Van Hoeilaan. Mogelijk woonde daar een... En woont daar een oud echtpaar? Vreselijk verhaal. Als je informatie hebt, laat het even weten. Deel het met de politie. Dossier Mastenbroek.